Hallo, ik ben Jens, ingenieur bij Colruyt Groep. En dit distributiecentrum is mijn werkterrein. Indrukwekkend, hè? Elke dag werken hier honderden van mijn collega's om alle artikelen op tijd in de winkels te krijgen. Heel spannend allemaal, dat zal je vast en zeker merken. Kijk even goed naar de karren. Colruyt Groep heeft deze Liquid Ice karren ontwikkeld om verse voeding zo goed mogelijk te transporteren. Door de karren met vloeibaar ijs te injecteren, blijft de inhoud ervan tot wel 48 uur op de gewenste temperatuur. Ondertussen werken we ook aan karren die geschikt zijn voor diepvriesproducten. Ben je warm aangekleed? Dat moet wel om onze automatische diepvries te bezoeken. De temperatuur zakt hier tot min 30 graden Celsius. In deze gigantische ruimte kunnen we tot 27.000 bestellingen langdurig bewaren. Bij Colruyt Groep noemen we dit de orderpicker. In feite zijn het 6 gigantische robots die de bestellingen van 120 artikelen automatisch ordenen en klaarzetten voor de winkels. De orderpicker helpt ons om onze winkels perfect te bevoorraden. In deze ruimte staat de bakkenwasinstallatie die 24 uur op 24 onze afwas doet. Per jaar reinigen we zo 27 miljoen bakken. Omdat deze machine zo dicht bij onze andere productieafdelingen ligt, sparen we jaarlijks 451.000 kilometer aan transport uit. Daarmee kunnen we 10 keer rond de aardbol reizen. Dit is het automatische stockage- en rondhaalmagazijn van Colruyt Groep. Het legt enkele indrukwekkende cijfers voor. We kunnen hier tot wel 15.000 paletten kwijt, verdeeld over 11 niveaus. 10 kranen receptioneren de paletten, stockeren ze en versturen ze naar een monorail. Die brengt de artikelen naar het expeditieplein. Oh ja, vergeet hier niet omhoog te kijken. Liquid Ice, de orderpicker, de bakkenwas, dat was allemaal nog maar het topje van de ijsberg. Hier valt nog zoveel meer te beleven in onze distributiecentra. Maar om dat te ontdekken, zal je hier zelf moeten komen werken. Zie ik jou binnenkort ook?